naam is Renzo de Man, ik ben 24 jaar oud. Ik studeer momenteel aan de opleiding PABO, deeltijd flex. Ik ga 's morgens om 7:15 weg van huis, dan ben ik 7:30 op stageschool. Dan spreek ik samen met mijn mentor de dag door, wat staat er te gebeuren. Zijn er nog speciale dingen die besproken moeten worden? Zijn er nog kinderen met een speciale behoefte of een afspraak die gemaakt is voor het weekend? Dan worden de lessen gegeven van 8:30 tot 12:30, zeg maar. Ja, naast het lesgeven op mijn stage ben ik onder andere bezig met nevenactiviteiten. Dat kan zijn een vakgroep, dat kan zijn ouder-kindgesprekken, individueel begeleiden van leerlingen. Niet alleen het lesgeven, maar ook de dingen die daarbij horen, die beleef je mee in je stage. En dat maakt het heel waardevol, omdat je zo ook een realistisch beeld hebt van wat je allemaal gaat doen. Dan pak ik mijn spullen en ga ik richting de hang om vervolgens om 14:45 mijn eigen school te gaan vervolgen. En dan heb ik 4 blokuren les. Dat duurt dan tot 8:45. Ik heb hiervoor de studie sport- en bewegingseducatie gedaan. Daarin ben ik veel in aanraking geweest met de doelgroep kinderen en dan in de onderwijssetting. En toen ben ik gestart aan de opleiding PAO. Ik combineer mijn privé, studie en werk eigenlijk door goed te plannen, af te stemmen met de thuissituatie, met de omgeving, van wanneer heb ik wat. En op die manier probeer ik alle bouwsteentjes op de juiste manier op elkaar, aan elkaar, tussen elkaar te leggen. Het is redelijk zwaar, mede omdat het gewoon heel veel is. Je doet eigenlijk de 4-jarige opleiding in 2,5 jaar. Wat het voor mij de moeite waard maakt, is dat ik weet waar de stip op de horizon is en waar ik naartoe wil. En dat ik graag onderwijs wil geven aan kinderen, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en ook in de samenleving terechtkomen zoals dat ik nu zit. Ja, dat zijn eigenlijk mijn belangrijke dingen om te kiezen voor het onderwijs.